Zeven maanden na het betonstorten voor het viaduct en de halte van Telpark is er nu een begin gemaakt met het viaduct over de Bleiswijkseweg. De verlenging van de Oosterheemlijn begint steeds meer vorm te krijgen. Wethouders Hans Haring en Henk de Pape geven het startsein. We zijn op het moment bezig met het bouwen van het laatste viaduct. Daar hebben we net de betonstort voor gehad. En als dat klaar is, dan kunnen we de grond aanvullen en kunnen we de sporen erop gaan leggen. En tegelijkertijd zijn we bezig met het aanleggen van een tijdelijk opstelterrein, omdat HTM extra voertuigen heeft gekocht. We gaan in het vierde kwartaal van dit jaar de sporen aanbrengen. Op dit moment worden al de funderingsmasten voor de bovenleiding aangebracht. Zodat we die als sporen te liggen heel snel erachteraan kunnen zetten. Ook de beveiliging van het traject is belangrijk. Beveiliging is echt spoorbeveiliging. Dus dat houdt in dat als een tram aankomt, dat hij zeker weet dat het wisselgoed staat. Of als er een tram uit de tegenoverliggende richting komt, dat hij een rood sein heeft. Dus dat het echt veilig is, zodat trams geen ongelukken kunnen maken. De werkzaamheden liggen prima op schema. Eind 2012 gaan we, als het goed is, rijden.